U luistert naar Koinonia Live Extra. En we spreken over Prediker. Ja, als voorbereiding op de bijeenkomsten die dan in september beginnen. Hè, de live uitzendingen over het boek Prediker. Misschien heb je wel vragen over de tekst. Misschien heb ik nog alvast wat te melden. Genoeg hoor. Oké. De woorden, ja. Ja, ik wilde alleen maar zeggen, laten we ons maar even beperken tot het eerste hoofdstuk. Hè. Ja. Dat is toch al heel veel. We beginnen bij 1. Okay. Ja, zo'n paar versen ook lezen dan. Ja. De woorden van de prediker, den zoon van David, den koning te Jeruzalem. Ijdelheid der ijdelheden, zegt prediker. Ijdelheid der ijdelhedenen, heden. Het is al ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid die hij arbeidt onder de zon? Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Maar de aarde staat in der eeuwigheid. Ja. Eerst die eerste 4 versen zijn dat dus. Ja. Er is al meteen heel veel natuurlijk te zeggen over dat eerste vers. Ja, er wordt vragen over, hoor. Woorden van de prediker. Ja. Ja, die prediker, dat woord prediker in de vertaling, daar ben ik niet zo erg blij mee. Want dat komt eigenlijk uit de kerkelijke sfeer. Dat is niet een term uit het Oude Testament of uit Hebreeuws. Maar dat komt omdat ze dat boek via de Latijnse vertaling Ecclesiastes hebben genoemd. Ecclesiastes. En Ecclesiastes is letterlijk iemand die een aanstelling heeft in de kerk, hè? Een ambt in de kerk bekleedt. En vandaar dat dat dan later in het Nederlands, na de reformatie, dan prediker genoemd werd. Ecclesiastes. Maar het woord in het Hebreeuws is zo mooi. Dat is Kohelet. Kohelet. En dat is eigenlijk iemand die een openbare vergadering toespreekt. Nou, dat wil helemaal niet zeggen dat hij in een kerk staat en dat hij in een kerk toespreekt. Maar die is er nog helemaal niet. Dus iemand die een openbare vergadering toespreekt. Nou, dat past dan wel in het leven van Salomo trouwens. Dat moet wel straks wel even mee bezighouden. Want Salomo heeft wel eens zo'n vergadering bijeengeroepen om dan de oudste toe te spreken. Of de Mozes heeft wel eens een vergadering uitgeroepen om de leiders van de stammen toe te spreken. En aan dat soort vergadering moet je denken. Dus een speciale vergadering. En dan is een Kohelet dus iemand die de kahal, dat is vergadering in het Hebreeuws, dat die de vergadering toespreekt. Of het is iemand, zegt weer een ander, het is iemand die die vergadering bijeenroept. Dus niet degene die toespreekt, maar degene die de vergadering bijeenroept. En nou is het heel vreemd dat dat woord Kohelet is een vrouwelijk woord. Ja, en hoe kan het nou een vrouwelijk woord zijn als het dan slaat op de zoon van David, de koning te Jeruzalem? Dus zeggen ze, het zijn de woorden van de wijsheid. De wijsheid is een vrouwelijk woord in het Hebreeuws. Dus de wijsheid roept een vergadering samen. Die wil de vergadering toespreken. Oh, ja. Beide dus, toespreken en vergaderen. Ja, dat maak ik er nou van. Ja, ja. Beide betekenissen wel mogelijk zijn. Maar dus degene die de vergadering samenroept. Maar dan zou je dus denken, als Salomo die vergadering samenroept, dan gaat hij ook die vergadering toespreken. Dus dat hangt al een beetje met elkaar maar samen. Ik vind het ook inderdaad wel logisch. Want prediken is ook toespreken. Hè? Dus de mensen het woord prediken. Ja, en dit is prediker. Maar wij verstaan onder prediker toch eigenlijk iets anders. Hè? Wat is de prediking? Dat is de uitleg van het evangelie in de kerk. Ja. En dat is het hier natuurlijk helemaal niet. Hè? Dit is een openbare vergadering waarin iemand... Heb je wel eens gehoord van TED? T-E-D? Ja. TED is een openbare bijeenkomst waar iemand een praatje houdt van een kwartier. Dat is eigenlijk... Dit is een soort van TED-samenkomst. Nou, het punt is ook, we hebben het nou meteen over Salomo gehad, maar daar is dus ook heel veel over te doen. Er staat namelijk niet per se de zoon van David. Niet dat die vertaling nou helemaal fout is. Maar je zou het ook kunnen lezen als een zoon van David. Dus iemand uit de koninklijke lijn. We weten bijvoorbeeld dat koning Josia een openbare vergadering heeft uitgeroepen, waarin het hele boek Deuteronomium werd voorgelezen.
En daarna werd beslist dat men weer Pesach ging vieren, wat men lange tijd niet gedaan had. Dus Josia, die had ook zo'n openbare vergadering. Maar die was dus niet de zoon van David, die was een zoon van David. Dat was niet per se Salomo, maar een van zijn zoons. Dus dan krijg je het wonderlijke, de woorden van, ja, van de wijsheid die samenroept. Namelijk een nazaad van David, de koning te Jeruzalem, die spreekt die vergadering toe. Dat is de hele betekenis van dit alles. Maar in vers 12 staat, ik, prediker, was koning over Israël te Jeruzalem. Ja. Dus hoeven we toch alleen even te kijken in die tijd wie dan prediker koning was over Israël. Alle koningen van Juda waren dat. De prediker is van veel later dan Salomo. Dus alle koningen van Juda, en eerst dus in de tijd van David en Salomo, dan is het Rijk nog één geheel. Hè? Dan is het Noordrijk en het Zuidrijk zijn nog één geheel. Maar dan is Jeruzalem de hoofdstad van het hele Rijk. En na de splitsing van Israël in twee delen, in Juda en Israël, u hebt geluisterd naar een uitzending van Koinonia Live, het internetkanaal voor de studie van Gods woord. Ga naar koinoniabijbelstudie.nl voor meer video en audio. Graag tot ziens!